Charles de Ketelaar, proficiat met de overwinning. Het was niet zo makkelijk, maar wel verdiend. Hè? Ja, Oostende staat hoog in het klassement, dus je weet dat dat een moeilijke match wordt. Er wordt heel vaak gezegd van Club Media House, van ons dus, dat we eigenlijk na een verlieswedstrijd geen interviews doen. Is dat een van de redenen waarom jullie vandaag winnen? Ja, we proberen elke wedstrijd te winnen en als we jullie daarbij kunnen helpen, dan is dat mooi mee. Ja, komen er ook vrouwen in de kleedkamer soms, Charles? Nee. De kine alleen soms, maar... Dat is alles. Ja. Ja, in mijn tijd kregen we een bonnetje na de match, na een gewonnen match, een extra bonnetje. Is dat nu nog? Wij krijgen wel wat eten en zo, pizza's, om de maag te vullen, want je hebt toch wat calorieën verbrand. Dus dat is een beetje hetzelfde als een bonnetje. Ja. Een laatste vraag wat ik eigenlijk wou weten van jou. Are you sleeping lonely tonight? Letterlijk? Uiteraard letterlijk. Ja. Are you sleeping lonely tonight? Ik denk dat mijn vriendin nog komt, dus nee, ik slaap met haar. Oké. Okay.